De RVS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, is een onafhankelijk adviesorgaan en wij adviseren regering en parlement op het brede terrein van volksgezondheid en samenleving. De zorgagenda hebben we gemaakt op verzoek van ex-minister Schippers. Zij wilde meegeven aan haar opvolger wat de belangrijke opgaven zouden zijn waar hij of zij aan zou moeten werken. Dat hebben wij opgehaald door heel veel gesprekken te voeren in het land en vertaald in 6 kernopgaven. En eentje daarvan is verantwoording in dienst van verantwoordelijkheid. Ik was laatst bij een bijeenkomst en toen zei iemand: de verantwoordingslast is als een sluier over de verantwoordelijkheid van professionals heen gelegd. Niet zozeer dat verantwoording niet belangrijk zal zijn, maar vooral dat het contraproductief is of tegenwerkt als het een soort sluier, of misschien zou je zelfs kunnen zeggen een mantel, legt over de verantwoordelijkheid van professionals om zelf af te wegen wat je wel en wat je niet moet doen in een concrete situatie. We hebben een raadpleging gedaan. Kleine 18.000 mensen hebben daarop gereageerd. En de reacties daarop hebben we ook gezien dat degenen die gereageerd hebben ook gewoon met oplossingen komen. Ook oplossingen die ze zelf kunnen aanpakken. Nou, dan zijn we goed bezig, denk ik. We hebben ook gevraagd in onze raadpleging, wat zou er nou moeten gebeuren en wat zou je zelf kunnen doen? En je ziet dat daar eigenlijk 3 grote antwoorden komen. De eerste is, zou het mogelijk zijn om niet jaarlijks van alles te moeten verantwoorden? Een tweede suggestie die gedaan is, zou het mogelijk zijn om alleen verantwoording af te leggen over de afwijking van de afspraken? En een derde, is het nu mogelijk om een onderscheid te maken tussen regels die je echt moet handhaven en regels die eigenlijk veel ruimer geïnterpreteerd zouden kunnen worden en waarin het vooral gaat over je eigen afweging. Maar ik hoop natuurlijk ook dat het onderlinge vertrouwen versterkt. Vertrouwen op basis van geleverde prestaties, maar ook vertrouwen op basis van de competenties van de ander. En vertrouwen op basis van de intenties van de ander, dat is echt heel essentieel om dit hele vraagstuk van regeldruk en administratieve lasten, om dat aan te pakken. Meer controle, meer informatie is een soort bodemloze put. Dus je hebt altijd meer nodig om de ander te vertrouwen. Dus vertrouwen is juist iets wat heel erg verweven is met onwetendheid. Zorgen dat je de ander erbij haalt, omdat je die vertrouwt dat die ook het goede doet, net zo goed als jij doet.